Ja, Chris Garia, je hebt de 100 meter EK-limiet gelopen, dus je mag aan het EK deelnemen. Ooit was je honkballer, nu atletiek. Waarom ben je van honkbal weer naar atletiek gegaan? Ja, ik was toen ik jonger was, zeg ik moet naar honkbal gaan, naar atletiek gaan. En ja, ik ging de vorige jaar heeft ik een beetje gelopen en zei ik ja, ik kan toch atletiek doen. En ja, nu ben ik hier en ik heb geen spijt van ja, van honkbal. Ik wil honkbal spelen, maar ja, nu ben ik geen ja, heb ik geen spijt van honkbal. En speel je nog honkbal of doe je dat helemaal niet meer? Nee. Nu speel ik geen honkbal, alleen nu atletiek doen. En ja, ik ga gewoon mijn beste doen in atletiek en om mijn maximum te bereiken. Want je hebt op het NK, daar was je er opeens, NK Indoor, heb je van Jurendi Martina gewonnen. Nu bij de EK-limiet, ook een verrassing denk ik voor veel mensen. Ja, was dat voor jou ook een verrassing of wist je wel dat jij het echt kon? Nou, ik kan wel, maar ik zei, dat was mijn eerste, ja, mijn tweede 100 van deze jaar. En ik was op de 60 meter ook, mijn eerste keer op 60 meter. Maar dat was mijn eerste keer op de 100 en het ging goed. En ja, ik ben blij dat ik voor de EK gegaan. Ja, dat je ervoor gekozen hebt, zeg maar. Ja. En nu? Want ja, je hebt nu het NK gedaan, je mag naar het EK. Wat verwacht je op het EK? Hoeveelste plek kan je eindigen, denk je? Ga je voor het podium? Of? Ja, ik ga wel. Als ik iets doe, doe ik 100% goed. Maar ja, nu weet ik niet dat ik ga naar EK, maar ik weet, we moeten NK doen. En ja, voor de NK moeten we misschien de 1, 2, 3. Als we 1, 2, 3 gaan, gaan we naar EK. Maar nu weten we precies niet wat gaat gebeuren. Maar wat hoop je zelf? Hoop je al stiekem op een podiumplek, denk je? Ja, natuurlijk. Ik wil op het podium gaan en ja, op de eerste plek. Ja. Is het moeilijk geweest om terug te gaan naar atletiek? Want ik denk dat je altijd heel erg veel van je sport honkbal hebt gehouden. Waarom denk je dat je voor atletiek hebt gekozen? Heeft het altijd een beetje in je hart gezeten, die sport? Ja, ik was toen ik was 23, ja, 23 jaar oud, ja, zei ik moet naar atletiek gaan. Ik wil atletiek doen. En ja, ik heb gekozen om wat mijn hart is en wat mijn hart zegt om ja, te doen. En ja, dat heb ik gedaan. En nu ben ik heel, heel blij. En ik moet gewoon nu hard trainen om de maximum en naar de Olympiade te gaan. Ja. Want dat is uiteindelijk je doel om naar de Olympische Spelen te gaan? Ja, ik wil natuurlijk naar de Olympische Spelen te gaan. Dat is zeg in 1 jaar, ja, 2 jaar. Ja, ik wil natuurlijk naar de Olympische Spelen. En ja, in de final zeker wil ik gaan. En ja, we gaan kijken wat gaat gebeuren. En nu je weer terug bent bij deze sport, wat merk je dat je echt moet verbeteren aan je loop en de techniek bijvoorbeeld? Mijn loop, ja, mijn handen moet ik meer gebruiken. Ik loop een beetje netjes, dus zeggen we smooth walker. Maar ja, mijn handen moet ik gewoon een beetje meer gebruiken. En misschien mijn voet moet ik iets meer stevig houden. Maar ja, een klein paar dingetjes moet ik fixen en ja. En mis je honkbal niet een beetje? En iedereen die je daar hebt gezien? Ja, al de mensen zeggen me, kom terug naar honkbal, kom terug. Ja, maar ik wil niet. Ik wil dit doen en dit ga ik 100% voor. En je bent bij Rotterdam Atletiek. Waarom heb je gekozen om hier te trainen? Ja, al de mensen van Curaçao,
kwam natuurlijk, als ze zeggen, ja, ik ga naar Nederland, ja, ik ga naar Rotterdam Atletiek. En ja, ik heb hier bij Els gekozen om hier te komen trainen. En dit jaar heeft ik met mijn oude trainer van Curaçao gesproken om ja, wat kan hij voor schema doen. En ja, nu wil ik met Els en Chibi praten en om een schema voor me te bereiken. En, ja. En dat kon hier gewoon het best? Ja. Precies. Oké, en met wie train jij dan zoal? Want je hebt natuurlijk trainingsmaatjes, denk ik. Met wie ben je altijd bezig? Nou, nu ben ik met Els aan het trainen en met een oude trainer van Curaçao. Maar in 2 keer per week ga ik naar Papendal om te trainen met de jongens van de selectie. En ja, ik moet gewoon kijken wat is het best voor me. Ja, een plekje te zoeken om te trainen. En je bent nu 23. Wanneer is een leeftijd ongeveer... Of nee, je bent ouder, 25 hè? Ja, 25. Wat voor leeftijd moet je pieken, zeg maar? Wanneer ben je op je best als sprinter? Nee, gewoon moet je gewoon... Als je kan nu pieken, kan wel. Maar gewoon, denk ik, voor de Olympiade moet je gewoon je best of de piek moet doen. En ja, voor de Olympiade wil ik op mijn beste prestatie te doen, ja. En je komt voor Curaçao uit, toch? Want ja, met hokbal ben je voor Oranje uitgekomen. Heb je er nog over getwijfeld voor welk land je uitkwam? Nee. Voor hokbal heb ik 3-2 jaar gespeeld voor de selectie van Nederland. En ja, het was goed. Maar nu heb ik de jongens gezegd, ja, ik ga naar atletiek en ik ga ook in de selectie voor atletiek. Maar Curaçao iets meer in je hart is? Ja, Curaçao is mijn hart. Maar ja, nu ben ik hier en ja, nu ga ik misschien met Nederland de selectie. Mm-hmm. Dus daar moet je nog op wachten of dat gaat lukken? Ja. Oké, en hoe was het trouwens om Shurendi Martina, dat is natuurlijk een van de bekende de lopers, ja, om die hier uit te lopen? En dat binnen 2 jaar eigenlijk, 2 jaar training? Nee, niet precies, niet 1 jaar met atletiek. Maar dit is gek, maar wanneer ik was jonger, misschien 14 jaar oud, zeg ik, wanneer ik... ouder is, ga ik gewoon Shurendi winnen en het gebeurt. En dat is gewoon gelukt. Ja. Hoe heb je het gevierd dan? Was het een klein feestje voor jou zo persoonlijk? Nee, gewoon rustig aanhouden. Ja, ik ben niet van feestje en dat soort dingen, maar mm-hmm. Ja. Dus dat komt nog als je op de Olympische Spelen staat? Mm. Ja, wanneer gaan we Olympische Spelen? Zeker. En wat is jouw droomtijd op de 100 meter uiteindelijk? Gewoon de record zoeken. Wereldrecord? Ja, wereldrecord, ja. Ik ga voor de record. En ik ga zeker, in mijn hart ga zeker voor de record gaan. Maar we gaan zien wat gaat gebeuren. Zo man, we gaan het zien, dankjewel.